Dag kijkers en luisteraars en welkom bij aflevering 49 van TBN Yippiede. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt. Het programma waar u ook het verschil kunt maken. En dat is door anderen die het zeer moeilijk hebben in de gemeenschap, die ziek zijn of om welke reden dan ook hulp nodig hebben. Nou, TBN Yippiede, die geeft u daartoe alle mogelijkheden. Neemt u contact op met ons en wij vertellen u hoe u dan kunt helpen. Aflevering 49, dat is dan een combinatie van mensen die hun verjaardag vieren of een ander heugelijk moment in combinatie met de komende feestdagen. En wij hebben dan een aantal donateurs. Zo hebben wij dan de heer Gopal Jinku. Meneer Gopal Jinku wordt op 26 december 62 jaar oud. Hij woont er aan de Santo Polderweg 213. Hij wordt er gefeliciteerd alvast door zijn echtgenote Sharmila Jinku Hati, hun 5 kinderen en 7 kleinkinderen. Ook de felicitaties en onze dank aan de heer Gopal Jinku. Dan gaat onze dank uit naar mevrouw Maaike Rijkaard. Mevrouw Maaike Rijkaard die heeft er speciaal in verband met de feestdagen wat pakketten meegegeven met kerstbrood en andere lekkernijen. En dat voor de mensen in verband met de komende feestdagen. Zo onze dank aan mevrouw Maaike Rijkaard. Onze dank gaat uit naar Ravi Biseswar en gezin van Ravi's sloopbedrijf, derde rijweg nummer 8. Meneer Ravi Biseswar en gezin die heeft er gemeend om met de feestdagen een aantal gezinnen blij te maken. Onze hartgrondige dank aan de heer Ravi Biseswar en gezin. Onze dank gaat uit, en hier moet ik dan even bij stilstaan, dat het initiatief komt van hele kleine kinderen die samen met hun ouders en hun leerkrachten van de Charoy Peuter- en Kleuterschool hebben gemeend om goederen te kopen samen met de ouders en dat allemaal dan in te samelen in dozen. En daarmee hebben wij dan ook een aantal gezinnen kunnen blij maken. Zo klein al beginnen deze kinderen aan hun medemens te denken. Dus onze hartgrondige dank aan Charoy Peuter- en Kleuterschool Maturalan nummer 5. En alle dank gaat uit naar de kinderen en de ouders. Onze dank gaat ook uit naar het Nasi Brouwer College. Ook hier hebben de kinderen en dus de leerlingen samen met de ouders goederen ingekocht, ingezameld. En wij mochten dat voor hun verstrekken aan enkele families. Dus onze hartgrondige dank aan het Nasi Brouwer College, gevestigd aan de Prinsessenstraat. Dank aan alle leerlingen en ouders. Onze dank gaat verder uit naar Reinel Gopal en Sandra Noslin, die op 28 november in het huwelijksbootje zijn gestapt. Het echtpaar is woonachtig te Charlesburg en die heeft er gemeend een aantal gezinnen blij te maken met levensmiddelenpakketten. Dus onze hartgrondige dank aan Reinel Gopal en Sandra Noslin. Onze dank gaat uit naar Boyke en Irma Huba Jiawen. Op 15 december 2019 is het echtpaar 35 jaar getrouwd. Het echtpaar is woonachtig aan de Hubalaan nummer 9. En zegt het echtpaar, 35 jaar getrouwd, maar we zijn er nog heel gelukkig met elkaar. Dus onze hartgrondige dank aan Boyke en Irma Huba Jiawen voor de levensmiddelenpakketten. Onze dank gaat verder uit naar mevrouw Zadhana Sumangal. Deze mevrouw is op 14 december jarig geweest. En mevrouw Zadhana Sumangal is woonachtig aan de Surinder Kanhaiweg. Dus onze hartgrondige dank aan mevrouw Zadhana Sumangal. Verder gaat onze dank uit naar Sheetal Ramkelaven.
mevrouw Schietel, die heeft er samen met haar ouders gemeend een aantal gezinnen voor de komende feestdagen blij te maken met levensmiddelenpakketten. Dus onze dank naar Schietel en haar ouders. Verder moeten we aangeven dat anderen ook nog gedoneerd hebben op middels enveloppes met naam, zonder naam, dus anoniem, maar ook daarvoor onze hartgrondige dank. Beste kijkers en luisteraars van TBN Yipide, aflevering 49, heel veel kijkplezier. Namens Ravi Biseswar en gezin van Ravi's sloopbedrijf, derde rijweg nummer 8, zijn we ook dan bij oma. Oma, wat is uw naam? Takrama. Ja, oma Rama. Takrama. Oh, Takrama. Ja, en oma Takrama, hoe jaar heb je? 76 jaar. Oké, 76. Mm-hmm. En zo oma gaat doen aan haar kerst? Dat gaat lekker eten toch. Oma gaat lekker eten. Oma, kijk, ik heb een kerstgeschenk voor u gebracht. Ja. Die is meneer Ravi Biseswar en een gezin, Sengiu, zij hebben voor u gestuurd. Ja, wilde u ze wat zeggen? Ik ben wat tegen de wansani. Zij wordt bedankt, Jimmy. Zij in zijn pakket. Ja. Dat noemen we dat. Ja, dat oma kan taki. Oma, luku in Brada, meneer Navin Biseswar, en zijn we envelop gejuichen in bij wansani strefi. Bedankt. Ja. Ja. Tak gini tak gini alasan tak gini bedang ya. Oke okay, oma. Ya, fijne kerstfeest oma. Is goed. Zelf dat. Ja. En met de kerstdagen zijn we dan ook bij mevrouw. Tasseman Carmelita. Tasseman Carmelita. Ja, Carmelita. Mevrouw Carmelita, we hebben uw verhaal gehoord. U gaat nu een beetje door een moeilijke periode. Uw man is ernstig ziek? Jawel. Hoe lang al? Dit is al 6 maanden lang. Oké. Okay. Het is vrij plotseling? Of was hij, sukkelde hij al een hele tijd? Het was begonnen bij griep. En hij, ja, we hadden voor verder anders. Toen bleek uit dat hij ernstig ziek is en dat hij nu niet kan werken. Dus ik, hij was de kostwinner. Ik heb 2 kinderen en die eentje is al werkzaam, maar ik heb nog een zoontje van 12 die zit nog op school. En hoe mijn man nu niet meer kan werken, ben ik nu de kostwinner. En mijn man is voorlopig bij de ouders, want hij kan niet alleen thuis doen. Er moet iemand zijn die hem moet verzorgen, bij het helpen bij het eten geven en ja. Ja. Kijk, we verplichten u niet, maar wilt u delen met de gemeenschap? Want mensen zouden toch willen weten wat er met hem aan de hand is? Namelijk, hij heeft keelkanker. Hij heeft de eerste fase al gedaan, de tweede fase. Nu moet hij weer hersteld worden, om weer tot de oude. En u zei, u bent nu kostwinnaar, dus u bent moeten gaan werken nu. Jawel, dat moet ik nu doen, want mijn zoontje die gaat naar school. Ik moet altijd eten op tafel zetten voor hem, want ik kan niet op ondersteun houden aan mijn families en anderen. Want ze kunnen me wel helpen, maar vooral, ze kunnen me helpen, maar niet voor altijd. Ik kan niet rekening houden op de ondersteun van de familie. Ze helpen me wel hoor, ja, maar niet voor altijd. Hun hebben ook hun gezin, hun verplichtingen en alles. Ja. Hij is het, hè? Oké, okay. Ja. Hij is sterk afgemagerd. Ja. Ondanks de moeilijke periode, mevrouw Carmelita, waarin u nu bent, willen wij u toch wel graag een beetje, en dat zijn de donateurs, toch wel omkijken naar u, zodat u toch wel een goede kerst mag hebben met uw man en met uw kinderen. Zo hebben wij dan van de donateurs, dit komt van de heer Ravi Biseswar en gezin. Ze zijn van de Quatta. Deze tassen met toiletpapier, levensmiddelen, bout en
dit met kersbrood en andere geschenken. Dat krijgt u namens de familie Rewi Bisiswar. Wilde u ze wat zeggen? Wilde u ze wat toewensen? Ik wil de heer, hoe heet hij? Bisiswar. Bisiswar heel hartelijk bedanken voor alles, voor al die ondersteun. Dat hij aan zijn medemens, toch heeft hij toch aan de medemens gedaan. Ik ben heel zeer dankbaar. We zijn blij. En dit, een extraatje voor u, omdat u toch wel nu door dik en dun moet gaan. Dit krijgt u van mevrouw Sheetal Ramkelaven. Wilt u wat zeggen, mevrouw Sheetal? Mevrouw Sheetal Ramkelaven, ik wil u heel hartelijk bedanken voor de pakket dat u heeft meegegeven. En God zegent u. Ja. En ik weet, kosten kunnen heel hoog oplopen als iemand ziek is. Daarom krijgt u hier een enveloppe van de heer Sunil en Rajan. Beide zijn jarig op 18 december geweest. Van Sunil en Rajan. Van hun krijgt u 500 SRD. Dit is voor u. En ik hoop dat u toch wel een prettige kerst met uw gezin mag hebben. Ondanks de moeilijke tijd waarin jullie nu zijn, hoor. Heel hartelijk bedankt, Sunil en Rajan. Rajan. Dat is ook mijn jaardag. Dat. U was ook op 18 december jarig. Oké. Nog gefeliciteerd. Dankjewel. Ik wil hun alsnog hartelijk feliciteerd. En ik zal gebruik maken alvast voor mijn man. Die hij echt hard nodig heeft voor de komende feestdagen. Dankjewel. Prettige kerstdagen. Ook jullie ook. En gezegende feestdagen. Mevrouw Marlene, goedendag. Goedendag, meneer Ganesh. Wat heb je gepland voor de kerstdagen? Nou, niet zo dingen hoor. Ik bedoel. Ja, dus dat. Met de kinderen. Een beetje lekker eten en drinken. Jawel, dat klopt. Dat klopt. Een beetje trouwens, wandelen. Dat doen alle Surinaamse gezinnen. Dat ze een beetje de dagen doorbrengen met de families. Maar we hebben gedacht om je ook een beetje blij te maken met de kerstdagen. Mevrouw Marlene, en namens de heer Rewi Bisiswar en gezin. Hij heeft een sloopbedrijf, hij is van de Quatta. Dan krijgt u dit pakket, wat u allemaal hier bij u heeft. Hierin heb ik wat lekkernijen, ja, met kersbrood en nog alles en nog wat. Wilde u hem wat zeggen, meneer Rewi? Ja, goeiedag meneer Rewi. Nou, bedankt voor die kerstpakket. En ik zal het wel van gebruik maken. Ja. En dan zal ik lezen, op 1 januari ben ik jarig en wil bij deze wat mensen blij maken. Mijn naam is Mala Sadhu Yahani en ze is aan de Naipaalstraat te Quatta. Van deze mevrouw krijgt u ook een enveloppe met een geldsbedrag. Ja. En dit is dan voor u en uw gezin. Dank je wel en alsnog gefeliciteerd met uw jaardag. Alvast. Ja, want op 1 januari is ze jarig. Alvast gefeliciteerd met uw jaardag en... Gezellig met zijn gezin. Ja. Prettige feestdagen hoor, mevrouw Marlene. Hetzelfde voor u ook. Meneer Ritchie, we gaan op naar de feestdagen. En er zijn mensen in die gemeenschap die toch willen dat u en uw gezin ook wel leuke feestdagen tegemoet gaan. Onder andere de kerstdagen. Vandaar dat we hier zijn met een aantal kerstgeschenken van u. En dit komt allemaal uit die gemeenschap, maar het zijn donateurs die het allemaal mogelijk maken. U ziet het hier, deze rode tas en levensmiddelen, vlees en alles. Dat krijgt u van de heer Rewi Bisiswar. Hij is directeur van Rewi's sloopbedrijf de Quatta. Van hem krijgt u dan dit kerstgeschenk. Wilde u wat zeggen aan deze meneer? Meneer Rewi? Zo, samen tegen. Te alle fasie, thanks voor deze samen. Ja. Ja. Taka mama power me zo in een model die ze. Poepsa feest, de feest die ja. Ja, en een pakket ja. Een pakket die je kiest voor Wang Kleuter- en Peuterschool. Dat na Charoy Kleuter- en Peuterschool. En na Kleuter- en Peuterschool, daar Maturala, nummer 5.
En de ouders van de ching samen de zijn inschrijven. Nou, we lossen de in een pakket drapen. Ik ben tegen Sharoy Peterschool van zijn ook toe. Zo, zijn tegen de zijn. Zijn naar tegen de man. Thanks voor de zijn dat hij. Zo. Hai, naar de man. Ja. Ik kan vertellen me, zo maar met Tanja. Zo, dus nu nu de na maam vrouwtje de maam vrouwtje no de. Maar zo gaat het de jaren aan de drie chinsen. Oké. En in het schoor dat me stel een vraag dat hij, maar in het tien ruimte is, weet dan hoe allemaal? Ja, in het tien ruimte is hoe de ja. Oké. En van wees er gewoon in een ruimte jam? Ja. We hebben kusere fit. We fit fit kusere fit in een presse. Ja. Dus, maar we sabi dat in de feestdagen dus extra kosten de meneer van zijn naam bakken Richie meneer Richie luco je kiest een envelop of me een envelop die ik kies voor meneer ik kom voor meneer Sunil dan aan meneer Rajan beide waren jarig op 18 december alle twee verjaardag op 18 december en voor de man dat je kies 500 SRD ja ik hoop dat ik kan gebruiken money dus ook toe boom fasi ja alle fasi thank you hi. Thank you, Ai. Ja, fijne feestdagen, Jere. Zelf dan. Okay. We zijn er ook thuis bij de familie Isri. En van de familie Isri is bekend dat vader Isri heel slecht ziet. Maar ondanks dat heeft hij toch de zorg over zijn zoon. Die is getroffen door een zware beroerte en nu helemaal bedlegerig is. Dat is dan ook de reden dat we de familie Isri gedenken met deze feestdagen. En van de sponsoren onze hartgrondige dank dat zij in staat zijn om gezinnen te helpen in de gemeenschap. En onze dank daarvoor. Zo hebben wij dan pakketten van Ravi Biseswar en gezin. Dat is dan allemaal daar die u in beeld ziet. Dat hebben we dan gehad van de heer Ravi Biseswar en gezin. Ravi Biseswar is directeur van een sloopbedrijf. En hij wenst dan ook alle families in Suriname zalig kerstdagen. Meneer Isri, John, hoe gaat het pakket? Hoe op gaat het huis bij Ravi Biseswar? Bij Biseswar, ik heb het maar te bollen. Ah, dan kan hij naar Rijke wat na madat krijgen, ham sapken na. Toen was ik om het behoorlijk sare koe pure parwaar die baal bachtje dat na hoe hoe. Sapken behoorlijk sare ulokke ham hoe aserbaat deel a. Sapken Bhagwan lokke saan sakti de ulonke die har ek kiese seva satkar karte rehe. Of bhandar ook bhara rakhe. Dat is een e-pakket, speciaal voor kerstgatien. E-pakket is Sheetal Ramkhelawan. Sheetal, heb je wat te zeggen? Ja, Sheetal, ik heb ook heel veel dankbaar gedaan. Dat we... Bitiya is het, of bitiya? Ja, goed. We hebben ook heel veel kinderen gehad. Want we hebben ook heel veel kinderen gehad. Dat we ook heel veel zeewaar gaan doen. We hebben ook heel veel kracht gegeven. Oh, hamesa wo tandurus rakhe rahe mane isri dek e he go envelop e pathais apkhat sunil en rajan dunu ke janamdin raha 18 december ke nogmals sunil en rajan dunu bhai ke janamdin raha 18 december ke am janilo apke betwa khatin dher kost lag jahe dawai pampers khatin dek apkhat pathais 500 srd ik paisa bolo ab kuch me laga betwa khat laga liyo dawai khat aur pampers khat cha ji ha to wo kam bole bhaiya ke dono bhai ke janam din ke upar bahut se sare badhai pesh kare ki bhagwan uske lambi aayu de acha tandurust rakhe hamesha hazar saal jiye ab bal bachcho wala hai na aur na hum baat na jaane lo acha acha mar acha jagar bal bachcho wala ho gaya sab ke pure parivar ke maa taraf se ram johar pahunche आई जितना ये फीस दाखे है जितना जन्म के पकेत यहां पे ठाई बा ये फीस दाखे सबके बहुत बहुत से हम आशीर्वाद देला सबके हां अब ऐसे कई लोग के को मोई से सबको अपन फीस मनावे हमेशा अजुग जुग जिए आपके अभी मने इसरी आपके और आपके लड़कन के फेन फीस दाखे अच्छा अच्छा भैया de feestdagen zijn we dan ook thuis bij mevrouw Gaitri. En van mevrouw Gaitri kan gezegd worden dat ze moeder is van 5 minderjarige kinderen.
maar 5 schoolgaande kinderen. En van de moeder begrijpen we zelf dat de kinderen toch, ondanks ze het moeilijk hebben, financieel, economisch, dat de kinderen toch hun best doen op school. Vandaar dat we het ook mooi vonden om mevrouw Gaitri en haar kinderen voor de kerstdagen wat kerstgeschenken te geven. Mevrouw Gaitri, dit is een pakket, dit is een tas, kerstbrood, toiletpapier, goos, idees opke, palwaar Ravi Biseswar. Meneer Ravi Biseswar, kehe ego sloopbedrijf, kwata wegpe, ijon palwaar Ravi Biseswar, ook heb kus mate bole? Ja, ik wil heel hartelijk dank zeggen. कि हम लोग वो हल्के याद कर रहे हैं अभी सब चीज से हम बोली ला इसने को भगवान और आगे बढ़ावे सब चीज से आज एक जन ई पैकेट है स्पेशल है फॉर द केयर्स दाग ई अब खात अब तो लड़कन खात पथाई से शीतल राम खिलावन शीतल राम खिलावन के अब कुछ माते बोले या ओ नख लग नख हार्ट लग दंग और आगे मैं जीवन में होकर भी भगवान होकर भला करे सब चीज होकर भी मुझसे सब चले मेफ्रा गायत्री दी ब्रिंग्स हर हार्टग्रोंडिग डंक आन बेड डोनेटर्स एंड दैट इज दम द हियर रवि बिसेसवर एंड गेसिन आस ओक शीतल राम खिलावन फॉर हुन केर्स्ट गेस्केंक देन हैवन ओक नोग 2 एनवेलोप्स फॉर मेफ्रा गायत्री 1 januari ben ik jarig. Bij deze wil ik wat mensen blij maken. Mijn naam is Mala Sadhu Jahani. Nepalstraat Kwatake. Nogmaals, 1 januari ben ik jarig. Bij deze wil ik wat mensen blij maken. Mala Sadhu Jahani. Nepalstraat Kwatake. Abkhat Pathais, mevrouw Gaitri. Ar i Abkhat Pathais, abiego mevrouw Gaitri. Toro naam he Gaitri. Ura ha okar janam diner ha 15 december ke uhe jibot project ke i jon dunu donateurs ab khat pathais envelop o holon kap kus mate bole ya kul khafeli se tel je fariari ba aur heel hartlak dank ki hab log ke envelop pathais aur itna chit se sahara karis hum bole la heel hartlak dank ke wal ar kun ji kariyo ab ar ladkan cares ke hoy abhi to planning na hai ab dekho to कुछ कर ला वैसे तो भाई बीमार है तनि से वही पाछे हड़ी आईला तो उतना हौसला भी ना रहे जय हौसला ना है मफ्रा गायत्री तब आपके आपके लड़कन के एगो सालह केयर्स फीस और अभी वो खोले को न्यू ईयर छ ओके सेल्फ दो जल्दी ओ ही लार लग दं ये तो हम लोग के एगो बहुत दंग के वाल बोली ला कि अच्छा है कि ऐसे आवे सब चीज हम लोग के भी ये पी करे सब चीज से Op deze feestdagen zijn we dan ook thuis bij deze familie. En dit is dan moeder en dochter Maya Bitia. Op je naam is ze? Sumintra Dauta. Ja, mevrouw Sumintra. En op je Bitia? Bitia, ik baar hem kan betekenen. Bitia, ik baar hem een bolila ki u. Bitia, bohut bemaar. Oker ek hand is een amoe kamahe. Oker anguri dunu is een hoege. Oker kaik nakhaega. Spatale meraha. Gord fulala. तो उ गैला दतरा में दतरा बोले देखे के खास्त्रोल ढेर बा जैसो के दीद करवाए रहा वो एक हफ्ता पकड़े रहा निकरल है माँ बोले कि वो चल सके है माँ दवाई अब तेज पिए ही है और एक बोलिए मोहिती करी खाई के माँ वो बोले कि ओके ये बोले खाई लग गटैया में ना जा है उचित दतरा दिखाई ले तब जन गतई के यही लो स्क्रीन बनल है आर अना बेटा भरी सहीगा 1800 तब वो एगो उससे ही दे बनल है तो दत्ता चल गए फकांसी से माँ दत्तामो यानी वारी में मिली तब अकेले जाए तब अंदर सुख सब दिख दत्ता बताई कौन सी पाई से ओके Als ik het even mag vertalen, dit is mevrouw Sumintra met haar dochter. En wat ze over haar dochter vertelt, is dat de dochter toch erg ziek is. Het is allemaal begonnen met pijnen. U ziet het, ze kan haar arm heel moeilijk optillen. Ja, dat is wat ze zegt. Haar arm kan ze heel moeilijk optillen. Uit onderzoek is toen gebleken dat ze last had van een hoge cholesterolgehalte. En daarvoor is ze toen op dieet geplaatst. Maar het heeft niet mogen baten. Ze is nog steeds erg ziek. Eten gaat heel moeilijk, vooral het slikken. En daarvoor is er dan ook scan gemaakt. Allemaal dankzij een dochter, een zoon van deze mevrouw. Die toch de kosten daarvoor heeft willen betalen. En het is afwachten op het resultaat. Want de arts is nu met vakantie.
En na de vakantieperiode zal men dan weten wat mevrouw in feite allemaal scheelt. Maar abi be maar bate mevrouw Sumintra, ble kindi ke bara problem. Uno gol pirar hai. Maar me de trabolise, dokter wa kakani ke sen naam raham bulai gayli. En dokter bechan. Ham gayli hai, di char behandel hame de se dono gor me spohiti. Spohitiya wel ek hafta me hepi kari se. Okre baad me phir bulai se ham gayli hua par. Ta ham ke boli se kaise bhail bole ki dek हमार फोटो उतारे से बोले एगो गोरवा एर हो गए एगो स्लेट तासो हो गए मारी स्पोहिती से ना मोई हो पाई बोले कि ऑपरेशन करे के चाहे हम बोली डॉक्टर हम तो के बहुत बेगी करेला हम तो आओ फेस जेला और एगो बिटिया के देखेला और अपन घर के सौदा पानी ना किन पाएला हम बहुत बेगी करेला हम ना कर पावे वंत हमके ना है एको बगल से मैं ना मिले है और ई टाइम पर एक पलवार ना दे एक प्लेटी भात पाई जाइए पैसा ना पाइए हम बोलिए डॉक्टर हम फरसुख करेला कि मैं जिस पोइतिए से हैप्पी हो ही सके थे हमके हैप्पी कर माँ हमें स्पोइती हैप्पी ना भैल है माँ एक गंठिया के हड्डी एकदम इससे खुल गए हैं माँ बोले कि ओके केस एगो धरी था माँ 4000 एरो मांगे हैं तो 4000 एरो हमारे पास ना है Wat mevrouw Sumintra vertelt, zij heeft last van beide knieën. Lopen gaat nu heel moeilijk en het slijtage is namelijk zo ver dat nu ook al gaat ze spuitjes nemen tegen de pijnen, dat zal niet meer helpen. Wat zal moeten gebeuren is in feite een knieoperatie en een knieprothese zal geplaatst moeten worden, maar dat kost allemaal €4000. Maar mevrouw Sumintra zegt, dat geld heeft ze niet. Met heel veel moeite kan zij haar dochter zelf verzorgen. Als ik geen geld voor eten in huis heb, hoe kan ik dan €4000 opbrengen voor een nieuwe knie, als ik het zo mag zeggen? Halang samjli abkeduk, mevrouw Sumintra. Of mevrouw, ik had halang bolika ki halang sunni abkebare me. Of is het heel kers, kese menneska. Och jag har haft att duari dvari, eller jag har haft en boll så kill ki, abi har en medhjälp så kill att arabke bitiya ke. Jag har en sponsor här, jag har pathai se sauda abkhatin. I sponsor här, mane Ravi Biseswar, arokar Hussein, i bhai Ravi Biseswar, he kwata ke. O abkhat pathai se jag i paket här, i paket, gos ar jag har toalett papir här. Ari jon itas he e man he kers khatin heel wat lekkers upathais Sheetal Ram Khelawan jon Ravi biseswar he a Sheetal Ram Khelawan apo sabke kuch mate bole mafrau Sumintra bahut dhanbad he prabhu parmatma ulok sada shakti bhakti deve bal bachchan raksha kara aur toke bhi to bhai log ke bhi bahut binti prarthna karel ki he bhagwan tuna nava barka jivan banave ki 100 sal aur garib log ke dekhe aur garib log ke happy kare aur hum konchi itna bad ka itna badka aashirwad de li hai prabhu parmatma jise tor naam hum levat le uise tu hamare dwari par pahunch gayle he bhagwan taak dele tu humke taak dele एगो दुकान में बच्ची से भेंटाई रही बच्ची के भटैली बोली कैसे हम तो निमर पाई कैसे निमर पाई हम तो कोनो रकम चली ला लंगड़ाई लंगड़ाई यहाँ से चले लो वहाँ थक जेला थोड़े से चले थक जेला माँ एक धोआवे नहवावे पहरावे अपने से उल्टा सीधा पकल पहल ले माँ सीधा इधर ना हो पावे माँ खाए के एकदम और पैम्पर्स अब हम कहाँ से कीनी पैम्पर्स सुमित्रा आप बतावे कि तो के कितना कॉस्टर है और एक दुई भाई हैं सुनील एंड राजन दोनों के जन्मदिन रहा 18 दिसंबर के दोनों भाई बोले पलवार के देवे के जहाँ थोड़ा ज़्यादा दुख है और एक अलग एक तो के ई एनवलप दिल देख भाई लोग यहाँ लिखे भाई इमन कितना पैसा है 500 SRD ई पैसा तो अरबितिया ई फेस दाख खातिन जहे दवाई खा जहे पैम्पर खा जहे जोनचित खा मोइस लगा लियो अच्छा अच्छा भाई बहुत प्रार्थना है आपके हम तो के ना देख पाबे बाकी भगवान देखे है कि तू हमें अपन कमाई में से इतना निकाल के दे लो भाई तोर विनती करी ले बहुत प्रार्थना करी भगवान तोर लंबी आयु बाल बच्चन के सबके तोर घर भर के परिवार के सबके बने ले रहे हैं और आशीर्वाद ना दे पावे ऊपर वाला और कुछ दे और इतना तो अपन मेहनत अपन कमाई हम के दे ले हैं अच्छा मफ्रो सुमित्रा और बितिया का नाम कैसे है चंद्रवती चंद्रवती ओ अच्छा
अच्छा, आप लोग मई से रहिए और जो ई फेस मूड़ी के सेनुए के जो तीते ये तीन जगह खून स्थल है, दस वो सब चीज भुलाई जा है, सब कुछ भुलाई जा है कि ओके ओकर आँखी से कमती भी देखा है। अच्छा, मफरा चंद्रवती, मफरा सुमित्रा, मफरा चंद्रवती मोई से रहियो, मोई से कैश मनाइयो। अच्छा, अब देखो कब फिर से भेंट होवे। अच्छा, हाँ भगवान जन फिर जीवन है तो है जी। हाँ, आपके बहुत ना 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 ना। Ook deze familie maken we blij met de feestdagen. En we staan er hier met mevrouw? Jawahir Anita. Ja, mevrouw Anita Jawahir. U bent moeder van hoeveel kinderen? 4 kinderen. Ja. En we hebben het echt niet zo breed, dus we zijn echt dankbaar. Alles is welkom in deze dure tijd. Dus ja, vooral met de feestdagen. We zijn heel erg dankbaar. Ja. Alle 4 kinderen zijn schoolgaand? Nee, de oudste werkt. Okay. En 3 zijn nog schoolgaand. Ja. En hoe oud is de oudste? 21. Oké, okay. En de jongste? 8 jaar, op kinderdag. Oh, 5 december, ja. Zijn 8 jaar geworden. Ja, en ik heb begrepen dat deze kinderen toch heel hard hun best doen? Ja, heel hard. Ze krijgen nooit onvoldoende. Ze hebben mooie rapporten met Tina. Ja, wat wilde je zeggen? Wou je iets zeggen? Ja, en wat heb je gepland voor de kerstdagen? Niet veel, niet veel. Maar met alles wat ik krijg, wordt het toch wel iets voor de kinderen. Okay, we zijn erg blij om dat te horen. Maar dit komt vanuit sponsoren, vanuit donateurs die we hebben. En we zijn dankbaar aan de heer Ravi Biseswar. Hij is directeur van een sloopbedrijf, de Quatta, derde rijweg. En dit doet hij samen met zijn gezin. En dan is er deze tas waarop staat macaroni spaghetti bessler. Ja. Dat komt, of laat ik zeggen, de love of pasta staat daar. Dat komt van Sheetal Ramkelaven. Dat zijn de mensen die voor dit hebben gedoneerd aan u in verband met de feestdagen. Wilde je wat zeggen aan deze donateurs? Ja, ik wil ze van harte bedanken. Alles is welkom. Ik zal er heel goed gebruik van maken met mijn kinderen. Heel hartelijk bedankt. En ik wens ze alvast prettige feestdagen, zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar toe. Ja. En aan jullie ook heel hartelijk bedankt. Ja. Prettige feestdagen. Ja, dat is allemaal heel mooi gezegd. En we weten, december maand is een dure maand. Ja. Want gelijk na kerstfeest is het bombeltijd. Ja. Maar ja, ik zeg altijd niet te veel geld uitgeven aan bombel. Want januari, die staat er nog altijd voor de deur. Maar de eerste enveloppe daarop staat, op 1 januari ben ik jarig. En bij deze wil ik wat mensen blij maken. Mijn naam is Mala Sadhu Jahani, Nepalstraat, Quatta. Deze mevrouw stuurt een enveloppe met 200 SRD voor u. En dit komt van de heer Vikash B. Nogmaals, dit komt van de heer Vikash B. Dit is voor u en uw kinderen, dat jullie toch wel ook hele leuke feestdagen mogen hebben, ja? Mag ik deze mensen ook hartelijk bedanken voor hun donatie. Het is van harte welkom. Ik zal er ook goed gebruik van maken. En hun ook prettige feestdagen toewensen. Dank u wel. Mag ik u en uw kinderen ook hele fijne feestdagen toewensen. En ik zal zeggen, graag toch een andere keer, ja? Dank u wel. Hartelijk bedankt. En aan jullie ook prettige feestdagen. Ook mevrouw Gaitri maken we dan blij met de feestdagen. En dat met de donaties van de familie Ravi Biseswar. Mevrouw Gaitri, alle spullen dat u hier ziet, dat krijgt u van de familie Ravi Biseswar en gezin. Hij is directeur van een sloopbedrijf, gevestigd aan de derde rijweg, de Quatta. En ook deze tas met uw kersbrood en andere lekkernijen, dat krijgt u ook van meneer Biseswar. Wilde u hem wat zeggen? Ja, ik wil meneer Biseswar heel hartelijk bedankt zeggen voor die pakket. En nog veel jaren na deze en fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar 2020. Dat is heel mooi gezegd, mevrouw Gaitri. En weet u wie deze spullen voor u heeft gestuurd? Dat zijn zulke kleine kinderen. Het zijn allemaal kinderen van een kleuter- en peuterschool. Charoy, kleuter- en peuterschool aan de Maturalaan nummer 5. De kinderen hebben samen met hun ouders
goederen ingezameld, goederen gekocht en hebben gezegd, ik moet het aan mensen geven die het hard nodig hebben. En we weten, mevrouw Gaitri, dat u het heel hard nodig hebt. Vandaar dat u dan ook deze doos, volle doos, met levensmiddelen krijgt van deze kleine kinderen en hun ouders. Wil je ze wat zeggen? Ja, ik wil die kinderen heel hartelijk bedankt zeggen. En nogmaals, hard bedankt en ga zo door met uw werk. En die gezin ook en doe je best op school. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, mevrouw Gaitri, die is slecht ter been. En wanneer mevrouw Gaitri loopt, dan loopt ze op haar tenen. Dat is dan vanwege ziekte. En dit maakt dat ze dan toch wel sterk afhankelijk is van anderen. En in het bijzonder van haar moeder die haar dan bijstaat. En daarom heeft de heer Sunil en Rajan ook uitdrukkelijk aan ons gezegd. We moeten dit aan mensen geven die het heel hard nodig hebben. En we weten dat u vaak genoeg naar doktersbezoek moet gaan. En u met de taxi moet gaan. En dat kost u altijd heel veel, mevrouw Gaitri. Daarom heeft de heer Sunil en meneer Rajan, beide waren jarig op 18 december. Ze hebben 500 SRD voor u gestuurd. Dat u dit dan mag gebruiken voor uw eerstvolgende doktersbezoek, ja? Ik wil de heer Sunil en Rajan beide jarig heel hartelijk gefeliciteerd zeggen. En nog 4 jaren na deze en een fijne feestdag. Kerst en gelukkig nieuwjaar voor u ook. En meneer Ganesh, voor u ook wil ik heel hartelijk dingen bedankt zeggen. En fijne feestdag. Ja. Zalig uiteinde en gelukkig nieuwjaar in 2020. Ja, ik ben blij dat u mij bedankt, Gaitri. Maar de dank gaat niet alleen uit naar mij. Het gaat uit naar de totale crew van Trishul. Want allemaal doen moeite dat we samen dit project kunnen doen. Maar ik breng de felicitaties. Ik breng de dankzegging ook mee naar Trishul. Zodat zij ook weten dat u ons allemaal toch wel zegt dat we door moeten gaan met dit werk. Mag ik u, uw moeder en alle anderen ook hele fijne feestdagen toewensen, ja? Ja, dankjewel meneer Ganesh. En u kijkt nog steeds naar Jipide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt. Het programma waar u anderen kunt helpen in de gemeenschap. En zo zijn we dan ook bij mevrouw Kamalawati Jhinku, die namens onze donateurs, en dat zijn dan de heer Ravi Biseswar en gezin van de derde rijweg Kwata. De heer Biseswar is directeur van een sloopbedrijf. En namens hem krijgt mevrouw Jhinku dan deze mooie tas met kerstbrood en andere lekkernijen. Ook nog levensmiddelen, een pak kippenbout en toiletpapier. En van Sheetal Ramkhelaven, dat is dan deze mooie tas. Ook vol met lekkernijen en andere zaken. Dat krijgt dan ook mevrouw Jhinku van Sheetal Ramkhelaven. Ijon bhai biseswar he? Ar ijon mevrouw Sheetal he? Ook heb kus mate bole, mevrouw Jhinku? Hartelijk bedankt voor jullie eten. Nou, voor jaren na he, John feestdagen alweer he, kerst of ha. Kerst, nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, kerstdag, ja. Als ik opgaat hier, het huis heb je envelop. Hierop staat anoniem in verband met 60ste jaardag. I jenijon het huis opgaat envelop, una mang je op een naam, maar ook al jenam dien he, 60 jaar ke hoi, dek opgaat het huis even paisa. Ar i het huis he, jon i palwaar he, biseswar, navin biseswar, ohu opgaat ego envelop het huis, bole i paisa, mois lagaal jocha. Acha, dhanbaad he. Sab paisa, pakket ke sab dhanbaad he. Kakario, mevrouw Jhinku, John Awe Kerst, John Out of New Awe Kunji Kario. Gelukkig nieuwjaar. Ja. Abkabicha, abkabio, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, kerstdag. We staan er dan thuis met opa Charlie. En opa Charlie geeft aan dat hij zich niet zo lekker voelt. Maar hopelijk dat we hem toch blij kunnen maken met deze twee levensmiddelenpakketten. Deze opa Charlie, deze komt van mevrouw Sheetal Ramkhelaven. Dat is speciaal in verband met de feestdagen. En deze hier met kerstbrood en alle andere lekkernijen, dat komt van een ondernemer die zijn hart op de juiste plek heeft. Hij zegt zijn naam hoeft niet, toch? Maar het komt allemaal uit een goed hart. Wilde u deze twee personen
Wat zeggen, opa? Ja, ik wil ze heel hartelijk dank zeggen dat ze toch aan die oudjes denken. En ook wil ik ze ook een gezegende kerst toewensen. En wat heeft opa gepland voor de kerstdagen? Nou, ik heb niets gepland, want ik ben niet zo gezond. Hè. Dus ja. Ik weet nog niet. Ik kan niets plannen. Ik ben zwak ter been. Ik kan niets doen. Ja, dat ja. Is het. En u bent er alleen? Ik ben alleen, ja. Dus dan moet je alles doen. Maar het gaat toch een beetje. Ja. Opa, het is feestendagen die naderen. We hebben ook nog een enveloppe voor u. Deze meneer is 60 jaar geworden. En hierop staat anoniem. Ook deze persoon wil zijn naam niet doorgeven. Maar komt allemaal uit een goed hart. En van deze persoon krijgt u 200 SAD voor de feestendagen. Om dit allemaal goed te gebruiken, ja? Heel hartelijk dank. En u ook. Prettige feestdagen. Goed, opa Charlie, mogen wij u heel hartelijk dank zeggen. Ja. U beterschap toewensen. En dat wij u weer helemaal gezond kunnen zien in het nieuwe jaar 2020. Ja, fijne feestdagen, opa. Laten we dat hopen. En ik hoop het ook. En aan ieder wens ik ook fijne feestdagen. Veel sterkte. Niet voor iedereen kan het jaar allemaal goeds brengen, maar wat wij wel kunnen meegeven voor deze familie, en ik ben dat blij om allemaal te zien, want toen we een paar maanden geleden hier zijn gekomen, deze familie die heeft er jarenlang gewoond in een houten huis die helemaal op instorten stond, maar met hulp vanuit deze regering, denk ik, toch? De regering? Ja, de regering heeft dan, deze regering heeft dan ervoor gezorgd met actoren hier uit het district Kommerwijnen dat deze familie nu toch wel een mooi huis heeft. En dat is voor jullie geweest in 2019, oma? Ja, ik ben blij. Ja. Vanaf 18 jaar hier wonen, ja. Alle kleinkinderen hier. Geboren. Oké. Ja. Vanaf ik heb 40 jaar dienst. Oké. Okay. Ja. En hier ben... oma een mooie huis. Ja. Ja. Uh-huh. Oma, kijk, we zijn bij u gekomen omdat het feestendagen komt, vooral kerst. Daarom hebben wij twee tassen voor u met spullen. Kijk, hierin zit er kerstbrood en nog zoveel andere dingen. Hierin zit er koek en andere dingen. Dit heeft voor u gedoneerd, Sheetal Ramkelauwen. En dit heeft een meneer gedoneerd. Hij zegt hij wil zijn naam niet op televisie. Maar het komt allemaal uit een goed hart. Wilde je deze mensen wat zeggen? Ja, hoor. Dank u wel. Hè. Ja. En dan heb ik ook nog... familie Giyut. Ja, Giyut. Giyut. Ja, oma Giyut. Kijk, ik heb ook een enveloppe voor u. Deze meneer wordt 60 jaar. En hij heeft dan 200 SRD voor u gestuurd. Hoor. Dank u wel. Hoor. Ja. Ja, fijne feestdagen. Wat gaat u doen? Wat gaat u doen met kerst? Ja, vieren kerst met die kleinkinderen. Okay. Ik heb 26 kleinkinderen. En hoeveel kinderen? Ik heb 5 kinderen. En 26 kleinkinderen? 26 kleinkinderen. U bent gezegend. Ja, ik is al 62 jaar. Ja. Als oma ouder wordt, dan gaan die kleinkinderen voor u zorgen. Ja. Ja? Ja. Dag schatje, hoe heet jij? Ja, en hoe heet jij? Shania Angelica Diot. Oké, en wie gaat een mooi kerstliedje voor me zingen? Zingen, kerst. Zingen, hè? Zingen, zing een kerstliedje voor me. Om de ene boom. Daar zit een weer voor u. Hart, man. Juist van vreugde Jeruzalem. Dankjewel, hoor, schatje. Dankjewel. Mag ik jullie, familie Giyut? Ik ben heel blij dat jullie toch nu een pracht van een huis hebben. Ibreti. Want ubekon, tubeko, ubeshi, opina, pina, ubetang, ina, osodati. Manu ako mooi alamala. Me wens je het allerbeste toe, jere oma. Je ook toe, opa. Me wens je het allerbeste toe. Ja, goed, hebben we meneer Anand,
op 28 november 2019 meneer Reinel Gopal naar Sandra Nosling de toedat trouw. En omdat de trouw, de toedat het aan Charlesburg, de trouw en de breedte en dat Mickey, de wan je want zoma naar een pakket die zie, naar drinken die zie, dat je kies voor Reinel Gopal. Nanga Sandra Noslin, mevrouw Sandra Noslin. Ik ben wat tegen de wansani. Wel, ik ben wat tegen als maar aan de info karen, maar ik heb moeilijk maar. Reinel, nanga Sandra. Reinel, nanga Sandra. Ik ben wat tegen uno bigi danki voor als aan zijn gemeen en me bedoel dat hij garo zei op uno nanga krakti nanga kasanta it en gewoon moro moni er al zijn kwakabongi uno. Dat hij bigi danki nanga uno. Ja. En we gaan naar feestdagen, meneer Anand, dat met je kies een pakket die is ook twee vierdraai lukusso, luka pakket die zie, dat naar mevrouw Schietel Ramkelauwen zijn gij u, ik ben van tegen Schietel wansani. Mevrouw, no? Ja. Ik ben van tegen bigi dankie voor aan zijn gij mijn pakket die zeer, en ik hoop dat ik gado zeg ik morofeng, a blessie voor gado, zeg ik morofeng. En je de in een sfeer voor Christmas kaba, meneer Anand? Ja, bas. Zij je doen naar Christmas? Ja, misschien door alasan na yang dringi next moro. Dat wil ik ook zeggen door idu. Dat u abwang envelopen ji, dis ekong voor meneer sa op tap tap 29 december 70 jari en in granching tap 10 jari. De man is het aan Sitalweg 198 en voeding je kiest een envelop die zit naar meneer. Amit ik idem soms zeg ik maar meneer die zit. Daar ga ik bigi danki aan de masfer moro. Moni nang a praktika sonte tan garo sa yep ding nakali di kang bong moro fara mane anan may wish you a happy new year one merry christmas and a happy new year you too era nang ala ren sma sa yep sana pake di si an ala ren sma sumagi sumanagi alas mami may bless de wang happy merry christmas and a happy new year nang anen fo abigi panalok tu. Voor de familie Giaven is het jaar 2019 heel moeilijk gestart. Waar wij nu hier staan, daar hebben zij hun woning gehad, die toen in vlammen is opgegaan. We zijn er toen ook geweest, toen de woning was afgebrand. De familie die was erg emotioneel, want van de ene op de andere dag alles verliezen, dat is dan toch wel een hele grote slag. Maar dankzij hulp uit die gemeenschap staat er vandaag een mooie woning hier voor familie Giaven. Meneer Giaven die is al geruime tijd ziek. Hij is getroffen door een beroerte. Maar begrijpen nu ook dat hij stappen voorwaarts maakt. Zijn spraak, de vorige keren toen we zijn geweest, kon hij moeilijk praten. Maar het gaat nu stukken beter met hem. En ik moet aangeven dat ook de regering heeft geholpen aan de bouw van de woning hier van de familie. En dat is toch allemaal heel mooi. Meneer Giaven wordt een beetje emotioneel. Meneer Giaven, toch een mooi gehaar hoe je hebt. Moet je eens goed. Zien die stap omhoog. Arthur Boli eigenba, meneer Giaven. De stap toe dieren, dieren, het schaak hoe je ja, moet je je. Moeite kerrie door een acha hoe ik het, ja? Ja, ja. Ja. Mevrouw Giaven, hoe voelt het aan op een nieuwe huis met wat? Heel goed, heel mooi, ja. Hè? Zijn blij ermee, ja. Ja. We zijn de gemeenschap heel dankbaar. Ja, en u ook. U hebt met ons zoveel geholpen. Sinds we in nood waren, bent u hier. Ja, ja. Nee, dat is gewoon... Dank zeggen. Ja, nee, dat is gewoon ons werk. Mevrouw Giaven, wat we doen, waar we mensen kunnen helpen, willen we graag helpen. Mensen zien mee, maar ik zeg altijd, er is heel veel mensen achter mij, donateurs, de mensen aan het werk, mijn directeur, de heer Kenneth Rambali. Allemaal vormen we samen een team, zodat we toch mensen kunnen helpen. Zoals ik al zei, dit zijn donateurs. Deze tas is voor speciaal voor de feestendagen. Mevrouw Giaven, dit is dan van mevrouw Schietel Ramkelauwen, krijgt u dat. En de doos met lekkernijen en andere zaken, rijst, toiletpapier, dat krijgt u van Charoy, kleuter- en peuterschool. Zij zijn van de Maturalaan, nummer 5. Wilde u ze bedanken, meneer Giaven? Ja, ja. Hartelijk dank. En naar Rona, mooi.
laat hij ook dan. Ja, ja, rustig, rustig, ja. Meneer Jouwen. Ja, ja. Hartelijk dank dat ze mij hebben. Okay. Ja, je bent blij, hè? Dat ze je hebben geholpen. Okay. Ja, kijk, ze hebben deze twee heren, meneer Sunil en meneer Rajan. Zij beide jaren geweest op 18 december, meneer Jiawen. Kijk, ze hebben 500 SRD voor u gestuurd voor de feestendagen, hoor. Dat u dat allemaal goed kunt gebruiken, ja? Ook een feliciteerkarde met mijn verjaardag. Gefeliciteerd. En nog heel veel gezonde jaren, hè? Ja. Ga je een liedje voor me zingen? Zing. Zing een liedje, toch? Yes. Merry Christmas. Ga je Merry Christmas voor me zingen? Ja. Ja, mevrouw Jiawen, dank u wel. Mag ik jullie hele fijne feestdagen toewensen. En ik ben heel blij dat jullie toch nu eindelijk weer terug zijn in jullie woning. Ja? Fijne feestdagen. En ik wens jullie een heel gelukkig nieuwjaar. Ja? Ook, hè? Ook de donateurs hebben de heer Joku bedacht. En meneer Joku die staat er samen met zijn dochter. Meneer Joku, kan je ze rijden? Mooi wat die was, mooi wat die is. Mooi wat die was, mooi wat die is. Mooi wat die is, 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 mooi. Dit is meneer Joku en meneer Joku die geeft aan dat het goed gaat met hem en zijn dochter. Hij heeft er wat, het zijn spataders waarmee hij problemen heeft. En hij zegt van hij heeft er wat medicijnen gehad van de dokter. En dat moet hij allemaal innemen, maar in feite zal er operatief ingegrepen moeten worden. Meneer Joku, op deze dekje, he, op hem, ik had zo dat ook gehad, Leili Bati. Dek John Ihei, of John Terbitiali Skersbrood, iepat hij is chuta larken, op lonke gehad. Oesap he, Sharoi, peuterschoolke, kleuter en peuterschoolke. U larken samen op een oudersang he. I pakket op gaat pat huis, i John larken he, Sharoi, peuterschoolke. Op u larken ke kusmate bolle? Ha, boet dat wa, maar we manara, panjora, pak moesere larken in pat huis, boet. Kjaal krisen, garim manike. Ja. Arjun I pakket he nya, Arjun tu lele nya drinken, u op gaat pat huis he, Rainel Gopal, ar mevrouw Sandra Noslin, 28 november ke, u sap ke shadi bhal, John Rainel ar Sandra he, u sap ke kusmate bolle? Ha, boet dat wa, maar we manara, sap juu manara, garim manike happy karega. Ja, en hier heb ik twee enveloppen, meneer Joku. Eerste envelop, ik heb het huis, ik ben een John die genomdien is, 60 jaar bij, maar op een naam naam aan de televisie, ik heb het huis 200 SRD, ik ben een paar kusmen legaal, en ik heb het huis, Sitalweg 198 keer. Ik heb een dien, 29 december, 70 jaar gehooi. En ook een kleinzoon van Dasberis. Wil je bij Sabi Kusmela Galië? Ja, maar ik ben een banaal, ik ben een mooi serapen. Ik ben een man die een sara karis. Ik ben een banaal. Wat is je feestdag? Ik ben een joko. 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 En met de feestdagen die nu we over enkele dagen toch zullen vieren, zijn we dan ook thuis bij mevrouw Shanta Kumari. En mevrouw Shanta Kumari die krijgt er ook namens de donateurs wat levensmiddelen voor de feestdagen. Mevrouw Shanta Kumari, kan je ze rijden? Mooi rijden, Paul. Ik ben Mari, ben Mari. Ik ben Mari, babke. Mari. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het maar ik heb hij bij, ik heb moeder naam hij bij, man witte wel lekker hij, ik hou bij. Ja, mevrouw Shanta Kumari geeft aan dat het qua gezondheid niet zo goed gaat, maar in de familie zijn er ook nog andere mensen die en of ziek zijn
en of het helemaal niet goed maken. Maar ik zei het al, mevrouw Shanta Kumari, halang aplak aili, omdat feestendagen awe, we gaan halang abkhat leili levensmiddelen pakket. Ijon blauw zak me he, i abkhat i, or ujon drinken hua he. Upathijs abkhatin Rainel Gopal, or Sandra Noslin, 28 november ke, usapke shadi bhal. Ta usap bole ki usap mataka jene ke pakket dewe, oi kat halang abkhat i pakket leili. Ijon Rainel ar Sandra he, oke pusmate bole. Ik heb het gevoel Bhagwan ik het mooi heb. Ik heb het gevoel dat ik het mooi heb. Ik heb 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 het pakket heb. Ik heb speciaal voor de feestdagen. Ik heb het gevoel dat ik het Ram Khelavan. Sheetal Ram Khelavan. Ik heb het gevoel dat ik het mooi heb. Ik heb het gevoel dat ik het mooi heb. Ik heb het mooi heb. Ik heb het gevoel. Ik heb ook nog twee enveloppes voor mevrouw Shanta Kumarita. Op 1 januari ben ik jarig en bij deze wil ik wat mensen blij maken. Mijn naam is Mala Sadhu Jahani, Nijpaalstraat Kwatake. Ik heb het huis, mevrouw Mala Sadhu Jahani, ook haar genomdien 1 januari 2020. Ke. Er is een envelop, ik heb het huis, mevrouw Linda B. Balei paisa, John mevrouw Mala Pathijs en mevrouw Linda Pathijs. Ik paisa het huis, mooi gebruik geleerd. Ja, hartelijk bedankt, sapke. En ook een mooie barakat, Bhagwan kan me zadeven. Ik heb de bal met je, sapke. Maar toen ook heb je de hele dan bad. Je trok het naar de hele wat heb je. Maar wat ook heb je. Heb je carrière feesten dagen, ze kerstke? Ai, pakabe. Kabe. De lark heb je vakantie, eigen school heb je. Dat doe je op dat heb je lark ook herinnering. School collega, dat vind je in je eigen school. Fijne feestdagen, tja, mevrouw Shanta Kumari. Apke, apke larkake, fijne feestdagen. Wat tja, salam, de tja. Ook mevrouw Roseline, die krijgt er namens onze donateurs wat kerstgeschenken mee. En het eerste van wie ze krijgt is Rainel Gopal of Sandra Noslin. 28 november, hoe heb je shadi gegaan, mevrouw Roseline? Ja, 28 november, hoe heb je shadi gegaan? Ik had die pakket opgehaald bij huis, hoe heb je maten kusbollen? Ja, nog heel veel bedankt en Gods rijkste zegen. En nog veel naar deze. Ja, en de, kijk, ander pakket krijgt u van mevrouw Sheetal Ram Khelavan. En dat is speciaal in verband met de feestdagen. Wilde je wat zeggen aan mevrouw Sheetal? Ook aan mevrouw Sheetal nog bedankt. En een fijne feestdagen toe ook aan zijn hele gezin. Ja. En dan heb ik ook nog twee enveloppes voor u, mevrouw Roseline. De eerste, die komt van, dan moet ik dit even oplezen. Op 1 januari ben ik jarig en wil bij deze wat mensen blij maken. Mijn naam is Mala Sadhu Jahani. Ze woont aan de Nijpaalstraat, Takwata. Nogmaals, op 1 januari ben ik jarig en wil bij deze wat mensen blij maken. Mala Sadhu Jahani. Van haar krijgt u een enveloppe met 200 SAD. En dan heb ik nog een andere enveloppe hier. Dit komt van de heer Hemant Kumar Ramnath van de Sitalweg 134. Nogmaals, de heer Hemant Kumar Ramnath, Sitalweg 134. Wilde u ook wat zeggen aan deze twee donateurs? Ja, mevrouw Mala Sadhu. Het is jarig, hè? Ja, volgend jaar, 1 januari 2020. Ik ben ook van januari. Okay. 15. Okay. Nog gefeliciteerd. In advance, hè. Is nog geen 1 januari. En God zegent u en uw gezin. En Hemant Kumar, hij is ook jarig? Nee, hij wil gewoon doneren. Oké, okay, nog heel veel bedankt en Gods rijkste zegen aan uw gezin. Ja. Ik hoop niet dat u boos op me wordt, mevrouw Roseline. Maar is het niet benauwd om hierin te wonen? Ja, maar ik kan niets anders doen. Ja. Ik wil even u een beeld geven, mensen, dat onder welke omstandigheden deze mevrouw toch allemaal leeft. En dat is jammer om te zien dat wij nog anno
op naar 2020. Mensen hebben die onder deze omstandigheden moeten leven. Een huis helemaal gebouwd uit zinkplaten. Nota bene zinkplaten die allemaal verroest zijn. En hierin blijft u met wie? Met mijn oom. En ik heb begrepen, uw oom is ziek. Ja, okay. Hij is gehandicapt. Hij is gehandicapt en u zorgt voor hem? Jawel. Ik kreeg, bent u werkende? Nee, ik kreeg een bedeling, maar ze hebben mijn bedeling afgetrokken. Ik doe schoonmaasterwerk misschien een week, twee, drie keer of zo. Maar thuis bij mensen? Jawel, 50 okay. Is er niet zo met dat helpen. Wat hij AOV kreeg, met dat doen we het okay. Verder. Maar hoe slaapt u hier? Ik zie een bed daar en een bed hier, hè? Ja, daar slaap ik ja. Om. Hier slaap ik, ook gehad van mensen. Hè. Okay. En als het regent, ik zie daar helemaal open. Het regent zo, daarom is mijn huis zo op en neer en houtluis en zo, waar mijn klerenkast en zo. Ja. En die vloer staat ook aan één kant, merk ik op, hè? Ja, ja. Ja. Oké. Okay. En hoe lang bent u hierin? Ik ben al hier bijna 7 jaar. Oké. Okay. Ja. Kan je niets anders doen? Ja. Feit is, belangrijk is wel. U hebt een dak boven je hoofd, hè? Niet dat u in een huurhuis bent, niet dat u bij iemand anders bent om ze lastig te vallen. Mooi is dat u wel uw eigen huis hebt, alleen vinden we het jammer onder deze omstandigheden. Maar zolang u toch zegt dat u een dak boven het hoofd hebt, dat is belangrijk voor u. Nogmaals, fijne feestdagen. Mevrouw, de naam vergeet ik steeds, Roseline. Mevrouw Roseline, fijne feestdagen. En ook aan u en uw crew en de... Mensen die hier van de armen gedenken, nog bedankt en God trekt de zegen aan hun toe. En met de complimenten van een aantal donateurs zijn we dan ook thuis bij meneer Goudoun. En u ziet het, meneer Goudoun die brengt zijn dagen door in een rolstoel. En dat allemaal vanwege een bedrijfsongeval enkele jaren geleden. Meneer Goudoun was toen werkzaam bij een houtmarkt. Meneer Goudoun, op keizer heel? Ja, het kan niet beter. Is het gaat beter, ja, hè? Ja. Dan breed je wat je zoen. Meneer Goudoun, dat je een pakket per huis door gaat. Je levensmiddelen, er kippenbouwt. Je hebt gehad per huis, palwaar, jinko. Meneer Gopal Jinko ke janamdin he 26 december ke 62 jaar ke hoi apko smate bole e meneer Jinko ke meneer Jinko ko bahut hartak badang aur hartak felis ter nati yaad ka ja ajon e paket he e he special in verband met de feeste dagen jani sait awe he kerst out of new e pathais Sheetal Ram Khelawan. Sheetal, ik heb je maat te bellen? Ja, meneer Sheetal. Mevrouw, tja? Maar je vrouw? Ja, mevrouw Sheetal. Je vrouw Sheetal, nog hartelijk bedankt. Ja. Dan ja, het doe je een envelop op gaat zien. Meneer Goudoun, eerste envelop, he, mevrouw Joyce van Culemborg, Nederland. Nogmaals, mevrouw Joyce van Culemborg, Nederland. Die stuurt voor meneer Goudoun 225 SRD. Je hebt gehad, meneer Goudoun. Haar e-envelop, het huis, meneer Ladi Sridat, 9 december. Ook een genomdiener gaan, 9 december. Ook het huis, een envelop met 200 SRD. Mooi paisa, mooi ze lagalje. Hoi. Bouw dan dat is, sap, koi, jijze, milke, sap, koi, jijze. Garib, dukje, dekje, te para, mooi. Meneer Goudoun die brengt zijn hartgrondige dank uit aan Ladi Sridat voor de enveloppen, maar ook voor mevrouw Joyce van Culemborg, Nederland. Verder heeft hij ook nog een levensmiddelenpakket gehad van de heer Gopal Jinko, die 62 jaar oud wordt op 26 december. En van mevrouw Sheetal en haar ouders, mevrouw Sheetal Ram Khelawan, een tas met leuke dingen, koek. En thee en nog andere zaken. En dat allemaal voor de komende feestdagen. Acha, meneer Goudoun, mooi zeggen hier, acha? Ja, we hebben het gebouwd aan wat. En dit is mevrouw Mahadin met haar kleindochter. En bij haar zijn we er dan ook met de complimenten van een aantal donateurs.
Als eerste hebben wij de jarige, ook al jenem dien he, mevrouw Mahadien, jenu pakket he, met kippenbout. U opgaat het huis, palwaar Gopal Jinku, meneer Jinku ke 26 december, tweede kerstdag ke jenem dien he, 62 jaar ke hoi. Verjaar in Amange, bole mange teka jeneke pakket dewe, op jen meneer Gopal Jinku he, oké, op kusmate bole? Bahut bahut dhanbaad he okar. ओके जन्मदिन मुबारक है बेचारा के और ऐसे हम लोग के स्टूडेंट करी से गरीब दुखिया के भगवान के और दे लंबी आयु देवे और तंदुरुस्त रहे कर बाल बच्चन और अब मोई से रहे या ये मग कुकी दर आई थाला बेबी कैक ये मग वे खाला हवा हवा या खुद सो या En in zo'n pakket, he, in het pathuis Palwaar Schietel, Ramkelaven, in verband met feestdagen, zo'n awe, he, kerst, oud, opnieuw, in zo'n Schietel, Ramkelaven, he, ook heb ik eens maar te bellen. Ja, hoe kerst mooi ze hebben manaven, hoe sap kerst, feest, oud, nieuwjaar, sap koi mooi ze manaven, sap koi mooi ze sukhi rehe, mooi ze manaven, fira kare, sap koi apan. Dan ja, hij opgaat door je envelop. Eerste envelop, partijs Rohit, Truck Transport en Service. Nogmaals, Rohit, Truck Transport en Service. Opgaat partijs, 250 SRD, belie Paisa Kusmelagalio. En die envelop, speciaal partijs, mevrouw Kusla Sital opgaat. Kwatawegke, in mijn 200 SRD. Nogmaals, mevrouw Kusla Sital van de Kwataweg, die stuurt ervoor mevrouw Mahadien ook 200 SRD. Hebben ze wel een speciaal opgepakt deze de week. Vooral je gorke bemari he. Ta, op tolage u toevallig u he, gorke bemari, dus wel opgepakt de week. En dan, perwaal, Jenny look envelop these. Oké, okay, kusma te bole. Ah, heel hartelijk bedankt kaiga. Aur sab dun aise deve garib dukhya ke bhagwan sab ke aur deve sukhi rahe lambi aayu de bechara sab ke stun kar rahe isi sab garib dukhya ke sab ke aise hi moi se us pre moi se nav sal manave aur jan new year moi se manave sab moi se fir kare apan bal bachchan sange moi se rahe wo saban. Alle beste wensen worden door mevrouw Mahadien gebracht aan de donateurs. En dit is dan onze baby, die altijd heel veel te vertellen heeft. Ga je een liedje voor me zingen, baby? Zing een liedje voor me, toch? Zingen, toch? Papa is koma. Nee, ik zal een liedje zingen. Liedje zingen. Liedje is werk dan weer ice cream koma. Gana gadeto, baby. Gana nana is thuis. Oké, laat liedje. Je moet niet alle koekjes opeten hoor. Je moet ook aan nani geven aan mama en aan Didi. Ja, mama. Oké, mamo. Oké, baby. Dankjewel, mamo. Dankjewel. Mevrouw Deukali. We gaan op naar de feestendagen en we hebben altijd Surinamers met hun hart op de juiste plek. Mensen die denken aan hun medemens, zodat zij ook met de feestdagen ook wel tenminste een lekker bordje eten mogen hebben. En dat hebben wij dan in de persoon van de heer Rawin Biseswar, namens wie u dit alles krijgt. U krijgt kippenbout, u krijgt een tas met levensmiddelen, toiletpapier en die mooie tas daar, zilverkleurig. Daarin krijgt u kersbrood en nog alles. Misschien kunnen we dat even pakken en aan u persoonlijk geven. Ja, dit is ook voor u, mevrouw Deukali, voor de komende feestdagen. Ziet u, kersbrood. Lekker. Ja. Kersbrood. Ja. Eerste kersbrood gehad. Ja, wilde u wat zeggen aan de heer Biseswar? Ja, dank u wel meneer Biseswar. Heel hartelijk dank u en uw gezin, uw familie. En blijft u maar zo doorgaan. U denkt aan arme mensen, maar niet alleen mijn persoon, maar iedereen die u kunt helpen. En op 15 december is mevrouw Gaitri jarig geweest. Mevrouw Gaitri is van het Jibot project. Ook zij heeft een enveloppe voor u gestuurd. Dat u dit ook kunt gebruiken voor de feestdagen. Dank u wel mevrouw Gaitri. Heel veel geluk en nog vele jaren na deze. Ik hoop dat u tot 100 jaar leeft.
Ja, en heel, heel hartelijk dank u, ik, gezin, familie, kinderen en iedereen. En hele groep van TBN ook in het bijzonder. Ja, kijk, die zoon daar, die halfzijdig verlamd is met die baddoek. Ja, en wat moet ik meer zeggen? Ja. Wat wilde u het volk toewensen, mevrouw Deokali, met de feestdagen? Gelukkig feestdagen, geen ruzie, niet drinken, niet op straat trollen. Geen ruzie maken met iedereen. Groeten, omhelzen. En iedereen, elk gezin, elk familie moet gelukkig blijven. En het nieuwe jaar op een heel goede manier tegemoet gaan. Heel mooi gezegd. Ook aan u, mevrouw Deokali. De beste wensen. En de familie ook. En iedereen van TBN. Ja, en hele fijne feestdagen. Ja. Wel, ja. En met de feestdagen zijn we dan bezig wat gezinnen blij te maken. Zo zijn we dan ook bij Bitta thuis. Bitta, de Johnny pakket, he, bout, levensmiddelenpakket, iemand kerstbrood en nog andere lekkernijen. Ik heb het opgeteen, meneer Ravien Biseswar, voor kerst, de kerstdagen. Meneer Biseswar, kan je opgesmaat hebben? Ik heb heel veel bedankt. Ik heb ook een jonger bedankt, Bhagwan. Ja. Meneer Raj Kasi en kinderen en kleinkinderen, 15 december keer 60 jaar behel. We gaan we enveloppen op het heiraha, waaronder ton naam mobiliek halha beta. Dit moet ook een 200 SRD. Wil ik hem eens gebruiken, leertje? Bohun dan maat boker. Kortje kan je feestdagen ke? Dit kan je keer dan. Fijne feestdagen hoor. Fijne dagen. Ja. Kerstdagen en ook nog oud opnieuw. En er zijn er altijd mensen in die gemeenschap die vinden, en dat is zeer op prijs te stellen, dat ook anderen een hele leuke kerst mogen hebben. Zo zijn we dan thuis bij mevrouw Kodabaks, die intussen wederom grootmoeder is geworden. Haar jongste dochter, die heeft er een zoontje gehad. Dus we feliciteren mevrouw Kodabaks daarmee. Dat ze nani is geworden, grootmoeder. Mevrouw Kodabaks, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, alles goed met u? Ja. Ja. Ik zei het al, mevrouw Kodabaks. Er zijn er altijd mensen in de gemeenschap die toch wel willen dat jullie ook een hele leuke kerst mogen hebben. En zo hebben wij dan de leerlingen van de Nasi Brouwer College. Dat zijn allemaal flinke kinderen die flink hebben ingezameld en pakketten hebben gemaakt. Zo hebben wij dan deze goed gevulde doos met nog alles en nog wat erin voor u en uw gezin voor de komende feestdagen. Het zijn allemaal kinderen, allemaal leerlingen van de Nasi Brouwer College. Wilde u zo wat zeggen, mevrouw Kodabaks, dat ze ook u bedacht hebben? Ja, bedankt Karila, meneer. Johnny J.J. hemmen de weheega steunpakket. Hem sabke bedankt Karila. Sabke Bhagwan taagat dewe. Gezond dewe. Mevrouw Kodabaks laat de mensen, de leerlingen van de Nasi Brouwer, van het Nasi Brouwer College bedanken. Dat ze rijkelijk mogen worden gezegend door de Almachtige. Voor kracht, gezondheid is wat zij bidt voor deze leerlingen. En dat ze ook op deze wijze nog door mogen gaan. Naam sabke roos begi karila. Ki sabke gezond mooi rahe. Garib manai ke hippi kare. Ham breti bati dat ham. Ham ke aap steun kare hebe. Dat ham teni se mooi khaila. Ka ham moois dawai wapan binti. Mevrouw Kodabaks geeft aan dat dit is de tweede keer dat we nu bij haar zijn. Maar vanaf de steun die zij nu krijgt, dat ze nu toch wel wat beter kan eten. En ook daardoor haar medicijnen kan innemen. En ze zich dan ook een beetje beter voelt. We zijn blij om dat te horen, mevrouw Kodabaks. Dat we ook daaraan een bijdrage mogen leveren. Maar ik zei het al, zonder donateurs kunnen wij dat niet doen. En daarom zijn we dan onze donateurs, of ze nu in Suriname zijn of in het buitenland, heel erg dankbaar. Zo hebben we mevrouw Joyce uit
Culemborg, Nederland. Nogmaals, mevrouw Joyce uit Culemborg, Nederland. En ze schrijft hier voor de mevrouw van de Schietbaanweg. Van haar krijgt u 225 SRD, mevrouw Badal. Dit is voor u. En van een persoon, mevrouw Kodabaks, pardon. Ja, mevrouw Kodabaks. En van een andere persoon die anoniem wenst te blijven. Deze persoon wil zijn of haar naam niet op de televisie. Maar hier staat duidelijk geschreven, mevrouw Kodabaks. En van deze persoon krijgt u 200 SRD, mevrouw Kodabaks. Mevrouw Kodabaks. Mag ik u dit allemaal overhandigen? En u voor de komende dagen hele leuke kerstdagen toewensen. Dankjewel, betam. Kuntje rombole, ze kushna kard bane. Am jab se hum diali se kala bohut duh kar li, ab dekhli ab hum na kar paila, tam aap se madad kujli. Ab face mala lage bhil gareli jammu is chal paava ta ili tab. Gareli face mala lage, tani mani happy karis na dan kush karis firs. Mevrouw Badal geeft aan dat ze altijd gewerkt heeft, dat had ze de vorige keer ook aangegeven. De hele leven lang heeft ze gewerkt. Maar nu ze ziek is, nu ze dialyseert en u ziet het hier. Het apparaatje is hier. Ik hoop niet dat ze het erg vindt, maar het apparaatje is hier. Van waaruit ze nu dialyseert, omdat de overigen allemaal niet meer functioneren. En ze zegt van, daarom heeft ze om hulp gevraagd vanuit de gemeenschap. Want alleen lukte het haar niet meer. Maar daarom zijn we dan de gemeenschap ook dankbaar voor alles wat ze voor mevrouw Badal hebben gestuurd. Maar extra blij. Mevrouw Kodabaks, ja, mevrouw Kodabaks. Ik weet niet waarom ik steeds mevrouw Badal zeg. Maar ja, dat mevrouw Kodabaks dat allemaal krijgt. En we zijn de leerlingen van Nancy Brouwer College ook heel erg dankbaar voor hun heel mooi en goed gevulde doos met alles en nog wat voor deze familie. Fijne feestdagen. En we zijn er met de complimenten van IRS Trading, importeur en distributeur, gevestigd te leiding 10A. En dat is dan de familie Uday Ram Singh. Nogmaals, IRS Trading, importeur en distributeur, leiding 10A, familie Uday Ram Singh. Zijn we dan bij oma ja, Musinam. Oma heeft een beetje een moeilijke naam. Oma, we gaan naar de feestdagen. We gaan naar kerst, oma. Dus Uchar wantu lekker jikong. En dat familie Uday Ram Singh. Doneer, ik ben wantaiga familie Wansani. Ja, dan is er mijn taak dansje naar een meneer. Ja, Uday Ram Singh. Moeilijk, ja. Mijn taak dansje voor meneer. Tak uprak seri mi for cares. Dasa oma go dunang a cares. Cares mi go sa ni to bori to nyang nang ami gamci nang ami cing. Ya, oma luku asen uktua envelope ji, ya. Dis nagi you gide feista dahe yere. Thank you nang ami ner sa. Asen ner sa asen ner sa ser sena paket. Sena envelope ji. Tak danche danche gado blessi. Make me genit nang ami cares. Mevrouw Ramdani, a pakket dit zei je kiesi. Je kies voor IRS Trading. Demande van importeur, nanga distributeur. En demande gevestigd naar leiding 10A. A directeur, na Uday Ram Singh. Ik ben wantegi meneer Uday Ram Singh Wansani. God bless you, Mr. Uday Ram Singh. God bless you so many for help people like us. That's what we can do nothing. But God bless you. From me side, me bless you. But God blessing is more better than anything. God bless you so much that you could get everything that you need to. And help us is very important for me. I thank you so very much, God. Brother, I thank you also very much, Uday Singh. That is especially for the Christmas days. There are some sweets in it and other things that you can use. You also get some chicken meat, chicken, yeah. And yeah, and they are also giving you an envelope with some money in it. Thank you very much.
I thank you all very much for the packet and the envelope and everything that you all gave me. And God bless you all very much. Yeah. And this envelope you get from Mr. Har Narayan Raghubar. Har Narayan Raghubar, the 13th of January 2020. He will turn 50 years old. And he knows that the December month is a month where people need a lot of money. Or don't let me say a lot, but they need money. That's why he is sending this envelope with 250 SED, so that you can use that money also. Do you want to say something to Mr. Har Narayan Raghubar? Mr. Har Narayan Raghubar, God bless you so much for helping me. I thank you so very much. And from God's side, God must bless you all so much that you could give other people things too. And thank you for giving me. May the good Lord shower his blessings upon you all for helping me. Thank you very much for this envelope that you gave me, the 250 SRD. God bless you. Okay. What are the plans for Christmas, Mrs. Ramdani? I have no plan. I want to go to the doctor back. Maybe this week I go to the doctor to check up. His doctor is here too, Dr. Udit. He is my house doctor, and I want to go check up back. So I look what to do. But I don't have no plan for Christmas, because every day is Christmas for me. If I eat a bread, I thank God for that. But thank God for this, that I could see a better Christmas in this month. I thank you all very much. And a Merry Christmas. Thank you, yourself. Merry Christmas, I, and thank the company that gave us these things. Thank you all very much, brother. En met de complimenten van IRS Trading. Ze zijn importeur en distributeur. Ze zijn gevestigd te leiding 10A en de directie is de heer Uday Ram Singh. Van hem krijgt u dit levensmiddelenpakket. En dit is speciaal voor de feestendagen, dat u en uw partner, mevrouw Brandon, dit allemaal heel goed kunnen gebruiken. Wilde u wat zeggen aan de directeur van IRS Trading? Ja, nou, hartelijk bedankt, directeur, meneer Uday Singh. Ja, Uday Ram Singh. Oh, dank u wel, meneer Uday Singh, uw namens mijn partner, mevrouw Brandon. En we wensen u ook hele gelukkige feestdagen en een zalig uiteinde en voorspoedig en productief 2020 toe. Wat zijn de plannen voor de kerstdagen? Nou, wij gaan een beetje eruit. We gaan bij een tante van mevrouw een beetje logeren. Samen met hun kerstvieren. Het zijn ook twee oudere mensen die er alleen gaan zijn. Dus we hebben besloten om het samen te doen. Dat is toch zo mooi, hè? Dat is kerst. Kerst betekent samen zijn. Ja, en namens IRS Trading krijgt u ook nog een enveloppe met een geldsbedrag. Dit is ook voor de kerstdagen allemaal. Oké, ik wens succes toe aan de mensen van IRS Trading. In het bijzonder de directeur bij deze. En ik hoop dat hij zo door blijft gaan, want u maakt mensen blij. Dank u wel, fijne kerstdagen. Ook fijne kerstdagen voor u. Meneer Jagdeel. Dek Johnny kerstpakket he. E-kerstpakket. Abgaat Pathijs. IRS Trading. Importeur en distributeur. Ijon bedrijf he. Iheleiding 10 Ake. Palwar Uday Ram Singh. Ijon kerstpakket. Abgaat Pathijs. Palwar Uday Ram Singh. Ook heb ik eens maar te bollen. Ja, bhaiya lokke. Hem hier bedrijf deel. Ki hem lokke garib jantak madat kare. O lokke baal bachchen sukhis re. Tja. Ja. Meneer Jagdeel is IRS Trading, importeur en distributeur. Heel erg erkentelijk en dankbaar dat zij ook bedacht zijn geworden voor wat betreft de kerstdagen. Dat zij, dat de directie, zijn kinderen gezegend mogen zijn. Ijon pakket per huis, heb je een envelop op gehad per huis, beleid bij Isakus Melagalio. Kunt u kerstje? अभी कैर्स के लड़के नहीं है कुछ बनाई है कहीं है हाँ तो इतनी बैठा ले ये सॉफ्ट ऑफ भी आई नहीं हाँ और जिंदगी में कुछ ना है यही भर है हाँ तो प्रेम मोहब्बत यही है जाई और कौन चीज जाई
अच्छा मैंने जगदेव मोइसे रहियो और मोइसे कैश मने यो बस बस भैया बस इतने बात है आप ही भी बहुत मोइसे बनइए जा बेटा तुम मोइसे बनइयो सब कुछ अच्छा मैंने जेम्स मोहो वेट व्हाट यू गॉट डन मेट द कैशदागन सोस एलक यार द स्पोंसर बदांका दि मे एल यार इज एम टू अफस्तान En vooral mijn Ganesh, die vaak hier komt en aan ons denkt. Ik mag zeggen, al komt het niet bij mij, altijd maar de mensen die tevreden moeten zijn met u, wat u doet uit uw hart. Want u kan het alles hebben gedaan, maar ik denk altijd aan de eerste stichting en het gaat goed. Dus wat ik met de kerst ga doen is dit goed gebruiken. Vooral dit wat ik heb gehad als een pakket voor eten. Want eten moet je eten in het jaar dit en je moet goed eten om gezond te blijven voor het volgend jaar. Dat is heel mooi gezegd. En dit alles, heer Codriton, komt met de complimenten van IRS Trading. Ze zijn importeur en distributeur en ze zijn gevestigd te leiding 10A. En de directie is de familie Uday Ram Singh. En van hun krijgt u deze twee goed gevulde tassen met lekkernijen voor de feestdagen. Een pak kippenbout en ook een enveloppe met een geldsbedrag daarin. Ik zal die meneer moeten bedanken en ik wens hem veel succes. En ik zal zeggen, laat die mensen bij hem gaan en ook ondersteunen met hem productie. Ja, zijn producten te kopen, zijn productie. Ja. Dus hij moet meer dan 100 mensen per dag krijgen. Dat we volgend jaar weer iets van hem kunnen krijgen. Bedankt en alstublieft. Ja, fijne kerstdagen. Dank u wel, zelfde en succes. En we zien u komend jaar weer terug. Dank u wel. Mevrouw Jesodra, ik heb een pakket. Een pakket op het partij Palwar Hubba. Boyke en Irma Hubba. Ze hebben Shadi 35 jaar. En Dunubale hebben heel gelukkig. Aur mangataha in verband met usapke 35 jaar bia shadi ek ajanek pakket dewe humse bole thora umir jane thora aaji logon ke diye aaji ajalon ke diye oi kathana I pakket ab khat laili mafrau jesodra palwar hubake kus mate bole usap rahe hubalan ke usap bahu balan ke cha bahut dhanbad hai bhaiya log ke beta log ke acha hum logon ke garib dukhiya ke happy kare hai ab bhagwan ho ke bhi अच्छा करे और लंबे आयु देवे और मोई से रहे और मफ्रा जसोदरा हालों जायल इसाइट फेस्ट दाख पे कैर्स नचका है देखिए अब खाद बा इमन कैर्स ब्रोत और थोड़ा शोकलाद और एक चीज और ये पथाइस एगो मफ्रा माइक रही कार्ट मफ्रा रही कार्ट माइक रही कार्ट बोले के मोई से खबर कलियो कैर्स खच्चा अच्छा बहुत धन्यवाद है बहिन हम तो बड़ा दिन पर तो नाम सुन ली मगर उतना भुलाई गई ली मोई से रही है मोई से कहना बहुत धन्यवाद हैगा भगवान सुखी रखे जीव जांगर बनाए रहे लंबे आयु दे जय भगवान के जसोदरा दी ब्रिंग हर हार्टग्रोंडिग डैंक uit aan mevrouw Maaike Rijkaard voor haar kerstgeschenk en dat ze nog lang en gelukkig mag leven en dat zij dan ook zo door mag blijven gaan om anderen te helpen in de gemeenschap. Denk je een envelop op gaat, mevrouw Jesodra? Die envelop, het huis bij Hemant Kumar Ramnath. Bij Hemant Kumar Ramnath, er is Sitalweg 134. Maar daar gaat Paisa op het huis. Die envelop mee, wil je Paisa mooi gebruiken. Ja. अच्छा ढेर रोज होएगा बेचारा ना है इले इधर आप ओके जाने हैं जाने ला अच्छा पलवार एक पलवार है अच्छा बहुत धन्यवाद है बेटा मोह से रही है और भगवान तुके सुखी रखे जीव जांगर बनाए रहे लंबे आयु देवे और तू इतना मदद कर ले हमें गरीब दुखिया के भगवान तुके सुखी रखे बनाए रहे जय जय भोलेनाथ भुलाई गई रही धीरे ओके आपके मफ्राउ जसोदरा सेख दात मनेर सीतल खीन अनबकेंद बेहार इस है इस अनबकेंद बेहार मार सही लात सही लात हम फन हार्ट बदांकन फॉर द एनवलप तब मोइसे थिवार के दिन मने ये
Aji, John Kers awe, mooi ze manier cha. Acha toon, maar mooi ze manier ba. Mooi ze, apen, Bhagwan ke, na chodiye Bhagwan ke saath rakhiye. Acha, bahut dhanbaad hai ke itna garib dukhiya ke tu mehnat kar le, Bhagwan tu ke sukhi rakhe. En zo zijn we dan ook thuis bij het echtpaar Ganpat. En het echtpaar Ganpat die heeft er ook 4 studerende kinderen. Vandaar dat we het dan belangrijk vonden dat zij dit levensmiddelenpakket van het Nasi Brouwer College, nogmaals, de doos, mooi verpakte doos hier met alle levensmiddelen die u hierin ziet. Dit is een bijdrage van de leerlingen, studenten van het Nasi Brouwer College of College. En die hebben gemeend om ook dit jaar wat gezinnen blij te maken en liefst gezinnen met kinderen. En u heeft er 4 studerende kinderen, meneer Ganpat. Vandaar dat we dan u dit overhandigen namens deze leerlingen. Wilde u zo wat zeggen, meneer Ganpat? Ja, zeer zeker wel. Goedemiddag. En ik bedank hen hartelijk. En heel veel succes met hun studie. En het beste in hun leven. Ja. En nogmaals, hartelijk bedankt. Ja, u ook. Prettige kerstdagen. Ja, ja, prettig. Heel mooi, mevrouw Ganpat voegt dat toe. Want dat zou ik ook net zeggen, dit is speciaal voor de kerstdagen. Ja, wat hebben jullie gepland voor de kerstdagen? Nog niks bijzonders. Ja. Nog niks bijzonders. Echt nog niets. Ja. Dan heb ik nog hier 2 enveloppes. Dat is ook dat jullie wat kunnen gebruiken voor de feestendagen. Deze mensen willen hun naam niet op televisie, maar dit komt van een echtpaar. Hun zoon en 2 kleindochters. Het is een familie die woont aan de Yarikabaweg. Meneer Ganpat, alvast dit voor u. En dit komt van mevrouw Gayatri. Zij is op 15 december jarig geweest. Zij is van het Jibot-project. Dit krijgt u ook namens haar. En dit alles wat u krijgt, dat is voor de komende feestdagen. Ik moet ook namens alle donateurs, ook jullie, hele fijne kerstdagen toewensen. Ja, en mevrouw Gayatri, no? Ja. Zij was jarig 15. Zij was jarig, ja. Alsnog. Oh nee. Dus ja, 15 december. Ja. Ja. Alsnog hartelijk gefeliciteerd. En nog vele jaren na deze, gezonde jaren. En het beste. En die heer en die mevrouw, zoon, 2 kleinkinderen van Yarikaba, die worden ook hartelijk bedankt. Ja, en het beste voor hun. Ja. En voor hun ook prettige kerstdagen. En straks een spoedig nieuwjaar. Zalig uiteinde en spoedig nieuwjaar. Heel mooi gezegd, meneer en mevrouw Ganpat. Dank u wel hoor. Fijne feestdagen. Ja, nogmaals bedankt. Ja. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van aflevering 49 van TBN Yipidim. Om gelijk mee te geven aan alle kijkers en luisteraars, ook voor de kerstdagen krijgt u nieuwe afleveringen van TBN Yipidim. Omdat wij Surinamers hebben met hun hart op de juiste plek, die ook hebben gedacht aan anderen in de gemeenschap, opdat ook zij voor de kerstdagen hele leuke momenten mogen hebben. Onze dank dan nu voor wat betreft aflevering 49. Ten eerste de heer Gopal Jinku, die op 26 december 62 jaar oud zal worden. Hij is van de Santo Polderweg 213. Hij wordt gefeliciteerd door echtgenote Sharmila Jinku Hati, zijn 5 kinderen en 7 kleinkinderen. Ook wij feliciteren de heer Gopal Jinku, wensen hem het allerbeste toe en zeggen ook nog heel veel dank voor zijn pakketten. Onze hartgrondige dank gaat ook uit naar mevrouw Maaike Rijkaard voor de kerstpakketten. Dank aan de heer Ravi Biseswar en gezin. De heer Ravi Biseswar is directeur van Ravi's Sloopbedrijf, gevestigd aan de derde rijweg nummer 8. Onze hartgrondige dank gaat verder uit naar de kleintjes. En dan heb ik het in deze over de kleintjes van Charoy Peuter en Kleuterschool. Nou, op deze jonge leeftijd al leren deze kinderen om anderen te helpen in de gemeenschap. Onze hartgrondige dank dus aan de kleuters en peuters en vooral de ouders
van Charoy Peuter en Kleuterschool. Ook onze dank aan de leerlingen en de ouders van het Nassie Brouwer College, gevestigd aan de Prinsessenstraat. Ook zij hebben goederen ingezameld voor verschillende gezinnen. Nogmaals onze hartgrondige dank aan de leerlingen, de ouders, maar ook de leerkrachten van het Nassie Brouwer College. Onze dank gaat uit naar Reinel Gopal en Sandra Noslin. Reinel en Sandra zijn op 28 november 2019 in het huwelijksbootje gestapt en hebben gemeend een aantal gezinnen blij te maken met levensmiddelenpakketten. Nogmaals onze hartgrondige dank aan Reinel en Sandra, Reinel Gopal en Sandra Noslin. Dank gaat uit naar Boyke en Irma Huba Djiawen. Dit echtpaar is op 15 december 2019 35 jaar getrouwd. Ze wonen aan de Hubalaan nummer 9. En na 35 jaar huwelijk zeggen zij nog altijd dat ze nog heel veel van elkaar houden en dat ze nog heel gelukkig met elkaar zijn. Onze dank dus aan het echtpaar Huba Djiawen. Verder gaat onze dank uit naar mevrouw Sadhana Shumangal van de Surinder Kanhaiweg. Zij is op 14 december jarig geweest. Nogmaals dank aan Sadhana Shumangal. Dank aan Sheetal Ramkelaven en ook nog voor haar mooie kerstpakketten, of laat ik zeggen pakketten voor de feestdagen. Dank aan alle overige donateurs die op welke manier dan ook hun bijdrage verder hebben geleverd aan aflevering 49. Of dat zijn met enveloppes, met naam of zonder naam. Onze dank, dank, dank nogmaals. Ik ben Janice Vijay en groet u ook namens cameraman Raj Mahango en zeg graag tot de volgende.